Urk was een eiland tot de Noordoostpolder aangelegd werd. En dat weten we allemaal, maar hoe zat dat eigenlijk met iets praktisch als drinkwater? Hoe werd dat toen geregeld toen Urk nog een eiland was? Elke week hebben we op vrijdagmiddag aandacht voor de geschiedenis van de polder. En vandaag richten we ons even op Urk. Bij ons is Marianne Romkes-Foppe van MJRF Storytelling. En zij werkt als publiekshistoricus in Overijssel en komt zelf van Urk. Marianne, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Drinkwater naar een eiland krijgen, hoe lastig was dat vroeger? Dat was best wel lastig. De overheid heeft het er nu over. Het kabinet wil ons drinkwatergebruik terugdringen. Nou, het was in die tijd van het voormalig eiland toch tobben om en knaken, zoals ze op Urk zeggen, om aan drinkwater met name te komen. Kwalitatief goed drinkwater. Ja, vroeger kwam het natuurlijk uit de Zuiderzee, maar dat was hartstikke zout toen. Ja, de Zuiderzee was zout. Dus je moet je voorstellen, een geïsoleerd eiland in de Zuiderzee. En ook na de inpoldering was Urk nog lange tijd vrij geïsoleerd. Dus ook toen speelde dat probleem nog. Maar goed, hoe werd het opgelost dan? Hoe werd het opgelost? Nou, daar hadden de Urkers hadden een aantal maniertjes voor. Voor het drinkwater vingen ze gewoon regenwater op bij de huizen. En dan werd dat gewoon met gootjes werd dat dus geleid in een soort waterreservoir. En dat kwam dan in een bak via pijpjes in de woningen terecht. En er zat een gat in en dan kon je daar gewoon je drinkwater uithalen. Maar moest er dan extra zuinig mee gedaan worden? Zeker, ja. Want als er genoeg regen viel, dan was het natuurlijk, dan ging het goed. Maar in de droge zomers, waarin dus weinig regen viel, ja, dan kon Urk wel eens zonder drinkwater komen te zitten. En de hygiënische omstandigheden waren dan ook nog niet altijd juffanet. Dus er konden beestjes in die waterbakken komen, of als er een dood dier in de goot lag, dan kwamen die bacteriën ook in die waterbakken. Maar dat was eigenlijk dus primair waar de Urkers hun drinkwater vandaan haalden. En als er dan dus periode van schaarste kwam, dan waren ze aangewezen op de boot die water kon aanvoeren. En dan met name vanuit Kampen eigenlijk werd het drinkwater naar Urk gebracht. En dat werd gewoon uit de IJssel gepompt lange tijd. Dus ik zie, we hebben beelden. Als je nu op televisie meekijkt, dan zie je ook, wat zijn er soort leidingen of zo waar water uitkomt? Was dat dan weer intern op Urk? Ja, Urk had een systeem van waterputten. Die bestonden eigenlijk al heel lang. Maar dat was eigenlijk, de kwaliteit daarvan was niet om naar huis te schrijven. En er waren ook pompsystemen. En hier zie je dus op deze beelden, de boot uit Kampen die is net aangekomen. En dan moet dat water dus allemaal geleid worden naar die pompen die dus her en der over het eiland staan. En ook gewoon naar bakken waar de mensen dan met hun emmertje naartoe konden en op rantsoen hun drinkwater konden afhalen. Ja, hoe is dat later gegaan? Want op een gegeven moment dat zoute water werd een beetje silk en uiteindelijk toch niet echt zout meer. Nee, precies. Maar dat maakte het nog steeds niet geschikt als drinkwater, want het werd een soort brakwater. Dus dat was, de Urkers bleven eigenlijk toch tobben met dat drinkwaterstukje. Dat heeft wel lang geduurd, want eigenlijk de waterleiding is op Urk, een goede waterleiding is er pas in 1949 gekomen. En toen was de druk nog niet op orde, want uit Emmeloord moest dat dus eigenlijk doorgepompt worden. Dat niveau moest daar geregeld worden via de poldertoren. Maar Urk lag ook hoger in die polder. Dus dat werkte helemaal niet, dat systeem. En toen heeft Urk zelf een waterreservoirsysteem moeten aanleggen. Dat is nu onder het huidige vissersmonument. Waar dat dus goed geregeld kon worden. Maar daar hebben we het dus eigenlijk al over nog niet zo heel lang geleden. De mensen leven nog op Urk. Die hebben meegemaakt dat je van het regenwater in de bakken afhankelijk was. De waterbakken, ja. De waterbakken. Maar ja. Jij bent opgegroeid op Urk? Ja. En heb je je ooit gerealiseerd als je de kraan opendeed van het is toch wel wonderlijk dat ooit gelukt is hier allemaal? Of was dat zo lang geleden? Ik ben nog vrij jong, dus ik heb daar eerder nooit zo bij stilgestaan. Maar toen in die week dat het kabinet die bezuinigingen op ons drinkwater zeg maar aankondigde. Toen kreeg ik er ook een beetje reacties van in mijn omgeving. Van ja, wat een onzin. En toen dacht ik, ja, maar eigenlijk is het helemaal niet zo vanzelfsprekend dat wij onze wc doorspoelen met drinkwater. En
Ja, en op Urk ben ik eens uit gaan zoeken. Hoe zat dat op Urk? En ik sprak ook een bejaarde dame. En die vertelde uit die tijd dus, wat eigenlijk nog niet zo heel lang geleden is. Dat heeft zij als 82-jarige gewoon nog meegemaakt in haar kinderjaren. Ja, want wanneer is het? In 1950 of zo? Pas 49. Echt 49. Ja. Heb ik onthouden van dat ze het net vertelde. Ja, precies. Ja, maar dus vanaf dat moment kwamen de leidingen daar Urk te lopen, waar we gewoon drinkwater uitdragen. Ja, en maar wat ik al zei, die druk, dat was ook nog een ding. Dat er geen druk op die leidingen stond. En eerder in de Eerste Wereldoorlog hadden we een interneringskamp. En toen is er al een soort van eerste waterleiding aangelegd. Maar de kwaliteit van het water was gewoon niet goed genoeg om te drinken. Er zat veel kalk in en ook toch wel zoutig water, zeg maar. Dus dat, ja. Het schept wel een band met z'n allen dat water ophalen als dat schip aankomt. En het is wel een bijzondere geschiedenis. Het is ook een soort, het was een sociaal gebeuren. Ja. Je moest ook voor je, want we hebben het net over drinkwater, maar als je je huis wilde schoonmaken of voor schoonmaken of voor wassen bijvoorbeeld, moest je gewoon naar de pomp en daar met je emmer, met je buren. En dan had je een praatje om de pomp, zeg maar. En dan. En als het op rantsoen was, ja, dan moest je er snel bij zijn, want dan werd die gewoon afgesloten. En hoe is het water nu? Het water is super op Urk. Super water. Kunnen we er nog iets van leren? Want we kunnen nu natuurlijk ook wel weer wat meer regenwater opvangen en daar het toilet mee doorspoelen. Zeker, ja. Eigenlijk is het te zot voor woorden dat je met goed kwalitatief, heel goed drinkwater in Nederland gewoon de toiletten doorspoelt. Dus misschien is daar wel een slag in te maken. Ja, goede tip. Ja. Dankjewel, Marianne Romkes-Foppe. En bedankt ook voor die prachtige beelden.